Dit is Verkiezingslink, een serie interviews bij Link met lokale kandidaten voor de verkiezingen van Provinciale Staten, van Zuid-Holland en Hollandse Delta. Mijn naam is Dick Boschieter en mijn eerste gast van Forum voor Democratie, dit keer in de reeks, is Erik Hoogzand, nummer 47 op de lijst van Provinciale Staten voor Zuid-Holland. Erik, welkom in de studio. Ja, dankjewel. Nou, ik wilde toch eerst maar eens beginnen met iets over jouw achtergrond te vragen. Wat doe je in het dagelijks leven en wat doe je ook politiek wellicht nog in het dagelijks leven? Ja, een stukje privé. Ik ben vader van 3 kinderen. Ja, mijn naam heb je al genoemd. Dus woonachtig in Hellevoetsluis, tegenwoordig Voorne aan Zee natuurlijk. In het dagelijks leven ben ik projectmanager in de industrie, voorheen in de woningbouw. Ook bouwkundig ingenieur. En voor de politiek zit ik momenteel in de raad van Voorne aan Zee voor Forum voor Democratie. En je hebt niet voor niks natuurlijk je verkiesbaar gesteld, zij het op plek 47. Dat is natuurlijk een plek waarbij je, laat maar zeggen, niet te hoog staat. Maar je kan natuurlijk met voorkeurstemmen, kan je best nog wel even wellicht in Provinciale Staten komen. Ja. Maar uiteindelijk heb je natuurlijk dat niet voor niks gedaan. Je neemt aan dat je de provincie een belangrijk orgaan vindt om in ieder geval in vertegenwoordigd te zijn. Kun je misschien aangeven wat nou zeg, voor jou een speerpunt is waarvan je zegt, ja, die provincie die moet zich nou de komende periode, als ik daarin zit, met dat en dat bezig gaan houden? Ja, wat ik erg belangrijk vind is natuurlijk de woningbouw. Die is tekort op dit moment. En we willen graag ook nieuwe woningen bouwen. Maar wel dan ook voor onze eigen inwoners. Dat de wachtlijsten niet nog verder op blijven lopen. En daar maken we ons wel zorgen over natuurlijk op dit moment. Ja, en laat maar zeggen, het is nu bekend dat de provincie met name gaat over de woningbouw. Althans, de provincie bepaalt voor een groot deel hoeveel woningen waar die woningen komen bij gemeenten. Vanuit Forum gezien, waar willen jullie dan, als je moet bouwen, want dat is natuurlijk een grote opgave, waar zou je dan het liefst bouwen? Ja, we willen in ieder geval geen onteigening van de boeren natuurlijk. Dus we gaan woningbouw proberen te realiseren in de stedelijke gebieden. Zodat we die wat groter kunnen maken en dat we gewoon netjes de boeren kunnen behouden. En dat was inderdaad een punt wat ik in het verkiezingsprogramma had gelezen. Dat jullie dan zeggen van ja, we willen eigenlijk niet op het platteland bouwen, als ik het zo even zeg. Hè. Dus niet eigenlijk in de steden. Heb je dan niet het idee dat als je alleen in de steden bouwt, dat betekent dat je, ik wil niet zeggen ghetto's vormt. Want dat is, volgens mij is iemand in de Tweede Kamer die dat heeft aangegeven van de VVD. Maar door te veel in de steden te bouwen, ga je erg verdichten. Ik zie het in Rotterdam, dat elk postzegeltje wordt bebouwd. Is dat toch jullie idee? Of zeg je van, nou, dat moet toch wel een beetje worden bekeken waar je bouwt? Precies, we kunnen natuurlijk heel goed kijken waar we gaan bouwen natuurlijk. Ghettovorming, dat wil niemand. Ja. En er zijn natuurlijk ook mogelijke manieren om de woningvraag te verlagen. Ja. En met oog op immigratie natuurlijk verkleinen of gewoon zorgen dat het zo minimaal wordt. Dan heb je ook wat minder woningen nodig. Ja, jullie als ik het verkiezingsprogramma zie, dan zijn jullie zeker voor de eigen inwoners, hè? Dat is eigenlijk ook een beetje wel. Absoluut. En zeg je van asielzoekers en ook asielzoekerscentra, die moeten eigenlijk geen vergunning krijgen. Dan moet eigenlijk, hoe denken jullie dan wel het probleem op te lossen van het feit dat die mensen hierheen komen en dat ze wel een woning moeten krijgen? Nou ja, er zijn natuurlijk hele mooie manieren om asielzoekers zeg maar in de eigen regio hoofdzakelijk op te vangen en in de buurlanden en gewoon de immigratie een halt toe te roepen. Ja, en dat betekent dat je gewoon zegt van geen statushouders, want statushouders hebben natuurlijk een bepaalde status eigenlijk ook. Ja. En dat betekent dat je die niet zomaar kan weren als je het in jullie termen ziet. Mm-hmm. Hoe ga je daar dan mee om? Want uiteindelijk heb je dus wel een plicht om die statushouders op te vangen. Ja, nou ja, goed. Statushouders hebben we helaas natuurlijk best wel veel. Dus daar zal een oplossing voor gezocht moeten worden. Maar het gaat met ons inderdaad om de immigratie tegen te gaan. En dan geef je ook gelijk een signaal af. Want dat wordt drukker en drukker in Nederland. En Nederland is niet zo groot. En we kunnen echt niet alle asielzoekers opvangen. Wat ik wel ook een beetje opgemerkt is dat in jullie programma heel veel staat waar jullie tegen zijn. Hè? Tegen de herindelingen, tegen asielzoekerscentra, tegen zonneakkers, windmolens. Zelfs de vlag op het provinciehuis. Maar een aantal dingen zul je toch moeten oplossen. Uiteindelijk kan je ergens tegen zijn. Het is natuurlijk een goed recht. Maar hoe los je bijvoorbeeld die energietransitie op? Hè? Als je geen windmolens wilt en geen zonnepanelen, wat moet er dan gebeuren? Of zien jullie het probleem gewoon niet? Nee, ja goed, we zien het probleem niet. Nee, de energietransitie is natuurlijk een zwaar overtrokken iets wat wij vinden. Er is voldoende fossiele brandstoffen zijn er nog. Gas is er nog voldoende. Daarmee kunnen we het eventueel ook gas uit Groningen halen en daar de bewoners volop compenseren. Daardoor denk ik nu met het rapport de bewoners niet echt... maar wij kunnen makkelijk, door de winsten die we van dat gas vandaan halen, kunnen we makkelijk alle inwoners daar compenseren met schade. Wat jullie daar tegenover stellen, van dan schade ruimhartig... Op deze manier is ook geen oplossing natuurlijk. Windmolens en zonnevelden, dat is ook niet de oplossing. Als het gaat om de woningbouw heb je het heel helder aangegeven. Als het gaat om het openbaar vervoer, hoe kijk je daar in de regio tegenaan? Voor een deel is dat natuurlijk de metropoolregio, maar voor een ander deel gaat de provincie daar natuurlijk ook over voor de niet-metropooldeelregio. Nee, wij willen wel het openbaar vervoer natuurlijk naar de dorpen sowieso ook verbeteren. Dat hoeft niet per definitie bijvoorbeeld een metrolijn te zijn van Spijkenissen doorgetrokken naar Helvoort, want daar blijven we echt tegen. Spijkenissen hoeft geen tweede, of Hellevoetsluis hoeft geen tweede Spijkenissen te worden. Maar we kunnen natuurlijk het OV ook verbeteren door middel van meer bussen in te zetten. Ja, en als het gaat om de regels voor recreatiewoning ben ik ook wel even benieuwd. En jullie zeggen die moet je versoepelen. Permanente bewoning moet mogelijk zijn. Onder bepaalde voorwaarden. Want het natuurlijk wel... Aan de andere kant is natuurlijk wel dat mensen dan tegen een misschien geringe kosten zo'n woning in een prachtig gebied krijgen. En daar een heleboel andere mensen zeggen, maar daar heb ik een flinke prijs voor moeten betalen. Wat zie je als voordeel dat die vergunningsplicht er dan niet is en dat mensen daar gewoon permanent kunnen wonen? Ja, aan de andere kant natuurlijk. Je hebt ook vaak mensen die al gepensioneerd zijn en daar liever wat langer willen blijven wonen zonder iedere keer hoeven te komen naar hun eigen woning. En daarmee dus ook weer woningen vrijkomen voor mensen die willen instromen. Ja, jullie zien het dan in het kader van de doorstroming, zeg maar. Dat mensen dan inderdaad... en we moeten ons gewoon wat minder bemoeien met de burgers qua regels. Regels worden alleen maar meer en meer en meer natuurlijk. En de burger ziet daardoor door de boom het bos niet meer straks. Nou, regels worden natuurlijk meestal in het leven geroepen voor mensen die zich niet houden aan bepaalde zaken. En daar zijn dan, laat ik maar zo zeggen, de onschuldige driekwart van de bevolking klopt, is daar de dupe van. Daar zijn ook andere oplossingen voor. Ja. Volgens mij hebben we jullie pleiten ook nog voor een maximumsnelheid terug naar 130 kilometer. Maar dan weet ik niet of de provincie daar nou echt... op provinciale wegen zullen ze daar wel iets over kunnen vinden. Nee, dan hebben we het over de snelwegen natuurlijk. Niet over de 80 kilometer wegen. Nee. Dan heb je het over de snelwegen. Over de bebouwde kom hebben we het ook niet. Nee, precies. Hoop ik dan toch dat daar nog wel de 30 kilometer zones... maar goed, helder. Het staat er en ik denk van ik vraag het in ieder geval toch. Die zou voor zich moeten spreken. Die spreekt wel voor zich, maar goed. Dan hebben we zo ongeveer wel de boeren, we hebben de woningbouw gehad, de energietransitie. Is er nog iets waarvan jij zegt, je krijgt straks 1 minuut de tijd om jezelf nog eens eventjes te profileren als kandidaat. Maar heb je nog iets waarvan je zegt, dat wil ik nog eens even kwijt. Dat is toch een punt waar ik mezelf straks, stel dat je in provinciale zaken, staten zit, dat je je daar sterk voor wil maken? Ja, dat echt met name toch wel het tegengaan van het onteigenen van de boeren. Ja. Dat is voor ons wel een heel belangrijk punt inderdaad. Ja. Dus, en gewoon de natuur behouden en het boerenlandschap zoals het er is natuurlijk. Eventueel natuurlijk uitloop, tot daar aan toe, maar we gaan niet verplicht onteigenen. Dat is voor jullie een heel hard punt. Stel dat jullie in het provinciale bestuur komen, dan gaat dat niet gebeuren. Verplicht onteigenen is absoluut een no-go. Dan zijn we zo langzamerhand gekomen... tot het moment dat je een minuut de tijd hebt om eventjes iets te vertellen over waarom ze op jou moeten gaan stemmen op 15 maart. Ja, op mij stemmen en sowieso op Forum voor Democratie. Dat houdt in natuurlijk dat we zorgen voor mobiliteit, meer woningen voor eigen inwoners. Zoals ik al eerder zei, van het niet verplicht onteigenen van de boeren. En ja, wat ook een heel belangrijk punt is, dat we de burger meer gaan betrekken bij belangrijke beslissingen door middel van eventueel bindende referenda. En ja, men mag natuurlijk altijd op mij stemmen, maar stem vooral op Forum voor Democratie. Dankjewel. Helder. Ja, dat van die referenda was mooi dat je dat nog even noemt, want dat was ook een punt uit jullie verkiezingsprogramma. Ja. Erik, ik wil je bedanken voor je aanwezigheid hier in de studio. Ik wens je veel succes en Forum van Democratie ook bij de verkiezingen op 15 maart. En we horen wel of je alsnog toch in de Provinciale Staten wordt gekozen.